Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij deze gloednieuwe, verse video. We zijn weer terug, we hebben een comeback gemaakt. We hebben vandaag met Marijn, we zijn bij Hit Gym. En vandaag gaan wij een Hyrox duo doen. Het is een van de zwaarste fitness testen die je maar kan hebben. Ik heb een week training achter de rug, vorige week hebben wij een blokje omgedaan, dus we gaan kijken hoe fit we zijn vandaag. En als het onduidelijk is wat een Hyrox is dit een hele kleine uitleg. Ja, en voor de mensen die denken, wat is nou een Hyrox? Nou, ik ga het je heel even snel uitleggen. Het is een mix van 8 keer een kilometer rennen met zware oefeningen ondertussen. Zoals sleeduwen, lunges, roeien, skiën, slee trekken. Het is een combi van cardio en krachttraining. En gemiddeld doet een mens dubbel er 1 uur en 15 minuten over. Met een voorbereiding van gemiddeld 3 tot 4 maanden. Maar het wereldrecord staat op 50 minuten en voor een solo op 53 minuten. Dat is wel echt heel bizar. En nu komt het leuke. Wij gaan dit dus doen zonder die 3 tot 4 maanden voorbereiding. Wij hebben net een week voorbereiding achter de rug. En we hebben nog maar 3 weken. Dus wens ons succes en check de video. Ongetraind, hè? Ja, maar wel, maar wel duo, hè. V2 is wel echt meer kabinet, toch? Ja, V2 voor de double, zeg maar. Ja. Ik doe wel gewoon ook een double V2, zeg maar. Ook wel nodig. Ik doe nog een paar schroepsen nog maar. Oh, jongens. En die eerste training was ook zo zwaar. Was in zijn hele, en toen had ik nog dunks aan. Maar nu heb ik gewoon snelle... Ja, je hebt niet je hardloopdingen. Essex Superplan. Heb je ze wel aan? Ja. Wij hadden vorige week ook al een blokje omgerend. We hadden 5 kilometer. Hoe snel hadden we gedaan? 25 minuten. Ja, dus dat was... 25 minuten. Dat vind ik al best wel netjes. Ja, we gaan daar gewoon kijken hoe we. Ik heb dit toen gedaan met Clean Nutrition toen. En de sled push and pull is gewoon een krachtonderdeel. Het is gewoon een soort led pulldown en een... ja, het is... Het krachtonderdeel vind ik dan weer net niet zo moeilijk als de cardio oefeningen. Cardio was voor mij gewoon echt heel zwaar. Bijvoorbeeld zo'n ski kan je heel erg je gewicht mee trekken. Want als jij al een flinke jank eraan geeft, dan gaat er al best wel veel meter voorbij. Dus best wel wat kracht. En ook met die pull, als je hard genoeg trekt, dan maak je wel die meters. Dus al die krachtonderdelen zijn prima te doen, maar met lichaamsgewicht is het wel taai, want ik ben best wel zwaar, 88 kilo. Die broad jumps gaan wel taai zijn. Farmers carry dan weer niet, maar die lunges en wallballs zit mijn lichaamsgewicht tegen. Dus dat zijn mijn minder oefeningen, dus daar train ik ook echt beter op. Maar de ski en de sled en van alles, dat is allemaal wel makkelijk. We gaan nu gewoon even wat opwarm oefeningen doen. En kijk hoe ver we komen, jongens. Oh, we zijn... Ik heb er zo geen zin in. Is dit geen 250 meter is? Nou, we zitten dus in discussie, we zitten te kijken hoeveel meter dit is. Maar dit is toch echt wel minimaal 500 meter. We hebben op Google Maps gekeken. Maak even een screenshot, dan gooi je het in de video. 100 meter. Kunnen ze dit zien op dit? Ja, ja. Nou, hier zo. Dit is die lijn. 100 meter. Dus je rent dit gewoon op en neer is 200 meter. Dus we moeten dit 5 keer samen op en neer doen. 5 keer. Ja, dat is wel gewoon prima. Dat moet goed komen. Ja, en nu gaan we, gaan we starten, jongens. We gaan nu op ingaan. Nee, we moeten even nog even opschrijven. We opschrijven voor onszelf. Oké, kilometer 1. Yeah.
5. Hyrox Duo. Oh, fucking goed. Oh, had ik niet verwacht. Nou, zo zie je dat je nog best wel ver kan komen als je het samen doet, ouwe. Maar dat was echt pezen. Want in het begin, het is natuurlijk een duo. Hij is een duurloper. Ik ben ook, hij is ook een krachttrainer. Maar ik ben beter. Ik doe puur kracht, dus ik moest echt mijn conditie opbouwen. Dus die punten zijn eigenlijk een soort rustmoment. En dat hardlopen is een nog rustiger moment. En als ik juist alles geef bij beide, dan wordt het er niet. Ja, het is gewoon een mooie 1 minuut 10. Ja, 1 minuut 10. En omdat wij dus die kilometers normaal pacen, kunnen we dus letterlijk dit ook 50-50 doen. Dus elke keer tijdens het loopje zei ik tegen hem, kom rustig, rustig. Want anders moest hij 2/3 doen in plaats van half-half. Lekker man. Dus 13 oktober Hyrox samen met Clean Nutrition. Ik ben erbij als jij meedoet. Laat het ook even weten of je meedoet. Misschien zie ik jou die zondag. Laat ook weten wat jouw duo-tijd is. Je hebt duo men, dubbel women en dubbel mixed. Als je onze tijd kan verbreken en dat kan bewijzen, stuur mij dan naar DM. Ik krijg je gratis een potje V2 opgestuurd. En dan zie ik jullie de volgende training. Wat gaan we de volgende keer doen? Leg day. Leg day. Volgende keer leg day. Zie ik jullie dan. Bedankt voor het kijken. Abonneer, like en groei. Lekker. Hoppatee. Oh, wat heb ik lekker gedaan, hoor. Goeie tijd, hoor. Eerste keer ooit, hè? Ja. Ja, ook eerste keer. Ja.